Hi en welkom bij Pietje Bel. Gisteren was het Werelddierendag en daarom hebben wij vandaag een speciale uitzending met allemaal dierenitems uit het verleden. We beginnen met straatpraat, want Mireille en Elmar die hebben aan mensen op straat gevraagd wat zij van Dierendag vinden. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Straatpraat. En deze week hebben we als thema Dierendag. Heb jij een huisdier? Ja, ik heb een huisdier. En wat voor huisdier? Ik heb een hond. En wat ga je voor extra's doen op Dierendag voor je hond? Ja, een kluifje kopen, een speeltje, een beetje vertroetelen. En dat was het wel een beetje. En hoe reageert jouw hond daar eigenlijk op? Nou, ik hoop positief, anders doe ik het nooit meer. Voelt je hond ook dat het een extra bijzondere dag is op Dierendag of merkt hij daar niks van? Nee, daar merkt hij niks van. Nee, ik heb geen huisdieren. Zou je wel graag huisdieren willen? Tuurlijk. Wel zo'n kleine kat gewoon die je zo in je hand kan vasthouden, dat wil ik wel. En waarom zou je graag een kat willen hebben? Omdat hij schattig is en ik hou van dieren. Nee, maar ik had wel huisdieren. En welke huisdieren heb je gehad? Ik had 2 parkietjes. En wat was er zo leuk aan die parkietjes? Gewoon dat ik iets had om aandacht aan te geven. Zou je ze wel graag willen hebben nog? Ja, tuurlijk. En welke huisdieren zou je graag willen hebben? Even denken. Gewoon visjes, goudvisjes. Wat vind jij van Dierendag? Op zich vind ik het, het is op zich is het wel een leuke dag voor de dieren, maar het is eigenlijk niet nodig. Want je hoort je hond gewoon altijd te vertroetelen en altijd goed te verzorgen. Ik denk dat dat heel zinnig is, want heel vaak worden dieren als een soort gebruiksvoorwerp of een soort productiebedrijf gezien. He, zo van een kip moet eieren produceren en of die kip het prima doet, dat het gros van de industrie interesseert dat niet zo hard, geloof ik. Ja, dat vind ik wel zinnig. Als je een dier gebruikt voor om op te eten of om iets voor je te produceren, moet je er netjes voor zorgen. Ja, het blijft een mooie dag. En waarom is dat zo'n mooie dag? Omdat dieren veel brengen in deze maatschappij. Kijk, dat is vogel. Kijk die vogel. Kijk die vogel. Die komt hier zo, gaat die vuil eten. En dat is beter voor ons. Ja, het is een bijzondere dag, want ik ben erop jarig. Je bent jarig. Ja. Dus dubbel, zoveel feest. Ja. En hoe kijk je tegen dierenleed aan? Dierenleed? Ja, ik vind het echt afschuwelijk als ik bijvoorbeeld honden of katten helemaal aan een boom vastgebonden ziet of zo. Of doodgetrapt worden of filmpjes op internet of zo. Ja, dan moet je bij mij niet meer bij mij buurt doen. Dat is echt. Ja, dat moet je bij mij echt niet doen, dan is het echt gelijk mooier. Vind ik in wezen net zo erg als mensenleed. Ik vind dat niet kan. Dieren zijn net als mensen, ze leven ook. Aan de ene kant slecht, aan de ene kant is het goed. En wat maakt het slecht voor jou en wat maakt het aan de andere kant dan weer goed? Slecht is gewoon dat ze onschuldige dieren gewoon laten doden, laat me zo zeggen. En gewoon goed is... Wat is daar zo goed aan? Productie. Zo verdienen grote bedrijven geld. Maar dat is dan weer een voordeel voor hun, maar niet voor mij. Zou dat niet anders moeten? Ja, kan wel, maar ik zou niet weten hoe. Nou, ik denk dat mijn boodschap zal zijn van gedraag je tegenover dieren zoals je je tegen mensen wil gedragen. En zoals je vindt dat mensen jou moeten behandelen. Kijk, ga altijd goed om met dieren. Niet mishandelen. Want kijk, dat is slecht. Stel je voor dat je zus wordt mishandeld door een andere man, dan is het ook niet leuk, oké? Geef de dieren respect. 2 jaar geleden kon je bij een dierenspeciaalzaak je hond of kat of wat voor dier dan ook laten fotograferen. I make you woof like a dog. Woof, woof. Hallo, mijn naam is Karen Patmos en ik ga vandaag een hele mooie zwart-wit foto laten maken van mijn nieuwe aanwinst in de familie, Prinses. En wij vragen ons af waarom u uw winkel beschikbaar stelt voor een fotograaf. Waarom? Nou, het is sowieso een leuke actie voor de dierenbezitters. En het is een extra service. Wat voor soort mensen komen hierop af? Vooral hondenbezitters. We hebben net ook een kat gezien. Ja, dus... Die komen ook, ja. En er zijn er wel eens bij die met de konijn komen. En we hebben zelfs van de week gehoord dat een kindje met een hamstertje wil komen. Maar die heb ik nog niet gezien. Wij vragen ons af of het nou heel erg moeilijk is om een dier precies rechtop in de camera te krijgen. Als je het kan, niet. Als je het kan, niet. Maar je hebt het in je of je hebt het niet in je. Dat is je kan met honden omgaan of niet.
Ik heb begrepen dat ook de poes op de foto kan. Is dat iets moeilijker als een hond? Dat is iets moeilijker, want een poes luistert niet naar geluiden of dingen. Dus dat is wat meer geduld. Hoe lang doet u dit beroep eigenlijk al? Nou, heel lang. U hebt ons net verteld dat een poes heel anders werkt als een hond. Een poes luistert niet, maar ik neem aan dat er wel een soort techniek voor is. Nou, je kan het niet uitleggen. Het is gewoon een bepaalde manier van hoe je het doet. En op het moment dat hij... Je moet heel vlug zijn en op het moment dat hij zich opricht, dan pak je hem. Maar je zit er wel eens naast, maar je moet er gewoon heel snel zijn. U vertelde ons net dat u ook een groepsfoto heeft gemaakt van katten. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, die gaan naast elkaar en dan is het gewoon een beetje met geluk en een beetje met geduld en veel met geduld. Zorgen dat ze naast elkaar zitten en steeds neerzetten. En dan, en dan komt er een opname en die kan fout zijn en dan maak je het nieuwe. Gemiddelde opnames voor één hond, hoeveel zit je dan? Meestal hooguit twee. Dat betekent dat je het goed doet. En met een poes? Met een poes ook hooguit twee. Oké, en dan kan ik me voorstellen dat zo'n groep, dat je daar toch wel meer opnames voor nodig hebt. Nou, ik neem niet zo snel een opname. Ik neem pas een opname totdat ik denk dat die goed is. Er zijn absoluut fotografen die beter fotograferen dan ik. Maar het verschil is, je moet ook met honden kunnen omgaan. En dat is een ander vakgebied. Ik kan ook geen goede buitenfoto's maken, want dat is niet mijn terrein. Mijn terrein is om een hond goed op de foto te krijgen. En dan moet je met honden kunnen omgaan. Er zijn verschillende fotografen die houden de lijntjes weg, houden de lijntjes vast. En dan gaan ze het lijntje wegwerken. Ja, dan kan je niet met honden omgaan. Want bij mij gaat geen enkel hond met lijn op de foto. En die ga ik ook niet wegwerken, want ik bewerk namelijk geen foto's. Van hoe ver komen de mensen? Komen ze alleen vanuit Noord of zijn er ook mensen? Echt, ons klantenbestand bestaat echt door heel Rotterdam heen eigenlijk. En zelfs buiten Rotterdam. En daar komen ze allemaal wel... Speciaal hier naartoe? Ja, komen ze er speciaal voor hier naartoe. Ja. Hoewel het vandaag een beetje slecht weer is, dus ik denk dat het vandaag wat minder zal worden. Hoe vaak doen jullie dit soort acties? Met de fotograaf één keer per jaar. Daarnaast hebben jullie ook nog vele andere acties. Ja. Zoals? Vaccinatieacties, die komt ook binnenkort weer. Elkaar in. Zoals je net al zei in de aankondiging, je hebt zelf ook een foto laten maken van je hond, prinses. Waarom heb je dat nou eigenlijk laten doen? Ik heb meerdere malen met mijn telefoontje zelf geprobeerd om foto's te maken. En dat lukt aardig voor op Facebook, maar ik wilde eigenlijk een goede foto, een mooie foto van haar in zwart-wit voor aan de muur. En ik geloof dat het goed gelukt is. Ja. Ik had maar twee foto's nodig en het stond er goed op. Dus het is afwachten. En beter, was je tevreden? Ik ben wel heel tevreden, ja. Het was een hele mooie foto. Dankjewel. Ja, graag. In 2004 hadden wij een speciale rubriek, namelijk asielzoekers. In die rubriek werden iedere week twee zielige dieren uit het asiel aan de kijker voorgesteld. Wie ben je? Ik ben René den Boer. Ik werk hier op het asiel als vrijwilligster. En dat doe ik al zo'n kleine 25 jaar, denk ik. Oké, en hoeveel katten en honden worden er nou binnengebracht, zo per dag of per week? Dat verschilt heel erg. We hebben bijvoorbeeld voor een katten de laatste paar maanden een paar keer een ontruiming gehad. Dat houdt dus in dat mensen te veel katten in huis hebben gehad, waardoor buren gaan klagen en dan moet het huis leeggehaald worden. Dat was een keertje 45 katten in één keer. Verder is het gemiddeld zo in de loop van de week zeg maar 20 katten die er binnenkomen. Wie brengen die katten of honden dan binnen? Het is of de politie, dat ze buiten schaarloos zijn aangetroffen. Dierenambulant, dat is dan ook meestal al wanneer het schaarloos is aangetroffen. Of de eigenaar zelf, die om een of andere reden het beest niet meer kan houden. Dieren worden ook door particulieren bijvoorbeeld gevonden en worden hier dan binnengebracht. En dat kan dus, ja, bekendste is dan de kat en de hond, maar het zijn bijvoorbeeld ook veel konijnen of andere knaagdieren die als gevonden hier binnengebracht worden. En daar moeten wij dan weer een nieuw thuis voor zien te vinden.
Oké, zullen we dan naar de bus gaan? Dit is Pino. Pino is een kat van ongeveer 7 jaar. Pino is door de oude eigenaar hier gebracht omdat hij onzinnelijk zou zijn. Toen hij hier kwam bleek dat hij een forse blaasontsteking had. En dat dat de reden was waarvoor hij niet zindelijk was, waarvoor hij het naast de bak deed. Ja. Dankzij medicijnen is het blaasprobleem verder verholpen. En het enige wat Pino nu nog een beetje heeft is dat ze van, of het nou van stress is of wat ook, heel veel likt. En daardoor wat kaler is dan andere katten. En dat schrikt mensen af. Terwijl het gewoon een hele lieve kat is. En ja. Nou ja, je ziet het zelf. Op zich valt het er ook wel mee met de kaalheid. Hoe lang zit Pino al in het asiel? Er zit nu 1 week of 3. Week of 3? Ja. Dat is niet lang. Nee. Nou ja. Voor een kat is het natuurlijk altijd te lang. Je moet gewoon direct naar een lekker huis natuurlijk. Naar een eigen huis. Is het een rustige kat? Ja, het is een heerlijke kroelkat. Want nu zie je ook, zie je kopjes geven, wordt hij al wat kalmer. Het is gewoon een hele lieve kat. Trekt met een van de katten die, waar hij mee op de kamer zit, trekt hij goed op. Dus met andere katten kan hij opschieten. Oh ja, dat is ook wel even belangrijk om te weten voor de mensen thuis. Dat mocht u nou al een kat hebben, dan gaat Pino daar dus heel goed mee samen. Ja, ja hoor. Aan Pino zal het niet liggen. Oké. Nou Pino, wil je nou even in de camera kijken? Ja, zo mooie kop, dan moet ik eventjes laten zien. Dit was Pino. Dit is Isis. En Isis is een kleine 2 jaar teefje. Ja, wat zal zijn kruising met Mechelsherdertje, bastaardje. Maakt natuurlijk eigenlijk niet zoveel uit of het een ras is of niet. Isis is wat wij een beetje een stresskipje noemen. Het is echt een hond voor 1 eigenaar. In eerste instantie is ze hier terechtgekomen omdat ze gevonden is. Dus is ze van de oorspronkelijke eigenaar weggelopen. Ze is een keer geplaatst geweest, maar dat, ja, dat klikte gewoon niet. Je moet gewoon echt één eigenaar hebben. Of het moet gewoon een heel rustig echtpaar zijn. Ze moet gewoon niet de aandacht hoeven delen met anderen. En is dat wel zo, ja, dan heb je er gewoon, ja, dan is ze zo stressig, zo opgewonden en opgefokt. Terwijl als je er alleen hebt, nou, dan is het gewoon een heerlijk hondje. Het enige probleem wat ze heeft is, met andere honden kan ze niet goed opschieten. Dus daar zal de nieuwe eigenaar rekening mee moeten houden. Ze zou echt onder de duim moeten zien te houden. Bijt ze wel eens? Ze heeft wel eens wat wij dan hapneigingen noemen als ze te gestrest is. En dan bedoel ik dan niet zozeer dit, want dit is natuurlijk gewoon likken. Ze moet niet te veel opgefokt worden, niet gestrest zijn. Heeft ze een lekker ontspannen huis waar ze zich echt thuis voelt, waar ze zich op de gemak voelt, dan heb je er gewoon een hele leuke, lieve hond aan. Ja, het is natuurlijk een mooi hondje, nog een leuke leeftijd. Dus besteed je er aandacht aan. Ga er mee naar een cursus bijvoorbeeld. Nou, besteed er goed aandacht aan. Nou, dan heb je nog voor zo'n 10 jaar heb je een hele leuke hond aan. Heeft u nou zoiets van, nou, ik zou Pino of Isis graag een nieuw thuis willen geven? Bel of mail ons dan. En dan komen wij Isis of Pino bij u thuis langsbrengen. Bedankt weer voor het kijken naar Pietje Bel. De rest van de week kun je nog kijken naar Cineac Noord en naar Delfshaven TV. En ik zie je graag volgende week maandag weer bij Pietje Bel. Tot dan!